Goedemorgen en welkom bij Vlogmas vlog 1. In december ga ik elke dag een vlog uploaden om 7:30, dus de tijd die jullie gewend zijn. En vandaag is de eerste. Ik ga een week vooruit vloggen. Dat betekent dat het vandaag dinsdag 24 november 2020 is. En kijk lekker mee. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik. Vorige week flink geïnvesteerd in een mooie studio set om mooiere foto's te kunnen maken. En vooral met beter licht. Maar ik krijg het dus niet in elkaar zoals je net zag. Dus ik ben eigenlijk al chagrijnig. Plus toen keek ik net op de website en toen zag ik dat die nu voor Black Friday afgeprijsd is. En misschien had ik dat even moeten bedenken. Dat heb ik dus niet gedaan. Maar ik heb zoveel contact gehad dat ik eigenlijk ook een beetje baal dat zij me dat gewoon niet gezegd hadden. Van joh, wacht even een weekje. Maar dat terzijde. Dus ik hoop gewoon dat Marco dat zo voor me kan fixen. Nou, ik ga even deze Lodo brownie maken als troost. Ik heb net het bedrijf gemaild en ik ben heel benieuwd wat zij gaan zeggen. En hier ben ik ook heel benieuwd naar. Ik heb deze mix nodig en 250 ml water. En dat is het. Ik heb hier al... Nou, dat is een beetje boos. Een bakvorm staan met bakpapier. En ik maak... Wel lekker. In deze. 250 ml. Water. Oh. En hier ligt een schaar. Hier ligt een lachende schaar. Wauw! Wat is er? Kom eens hier. Ze krijgt er sokken niet aan. Niet dat je denkt dat ik mijn kind daar keilang laat huilen. Nou. Wow. Het ruikt echt heel lekker. Wil je eten zo? Nou, ga mama eerst een brownie maken, oké? Okay? Nee? Nou. Wil je ruiken? Ja. Wil je ruiken? Dat is lekker, hè? Mam, in de vorm, maar dat is niet heel handig, hè, met jou. Is je dat? Ja. Dat geeft niet. Nee. Wat, ai? Nappie. Ai, nappie. Nou, dit was makkelijk. Dit is nog makkelijker dan die brownie van Dr. Oet, hoor jongens. Die ja. Overigens wel echt mega lekker is. Nee, niet. Ik ben moe. We zijn gisteren naar de Efteling geweest. Maar Laura... Oh, los. Sliep pas... Of... werd pas om 3:30 gistermiddag wakker. En toen zijn we dus vertrokken. En ze waren vanmorgen gewoon vroeg wakker. Ze gingen pas om 9:30 naar bed. Dus ik denk dat ze ook moe is. Nou, kijk. Oh.
Daar is die. Ik ga hem nu 20, 25 minuten in de oven doen. En dan zien jullie het. Ik zal nog heel even achtergrondinformatie geven. Mila zei vanmorgen dat ik haar op moest halen met haar fiets zonder zijwieltjes. Dat had ze nog nooit gedaan, maar dat kon ze. Dus heb ik gedaan. En ze fietst gewoon zo weg. Ze kan opstappen, ze kan afstappen, ze kan omhoog, ze kan omlaag, ze kan bruggen over. Ze kan de stoep af, ze kan hier bij ons huis omhoog. Het is echt bizar. We zijn super trots op haar. Oké, hij ziet er niet heel lekker uit. Ik weet ook niet of ik iets verkeerd heb gedaan. Maar ik ben nou toch benieuwd. Hij moet in 9 stukjes. Ja, dus zo bij 4 en bij 8. Ietsje. En daar. Dus dat doe ik even met mijn meetlint. Zo, en dan is het 65 calorieën per stukje. Dit werkt natuurlijk helemaal niet. Je mist gewoon een deel. Oké, ik vind het prima. Dus, die moet. Zo. Sorry voor de herrie van de waterkoker trouwens. Nou, dat doe ik best netjes. Dan heb ik nog één hoop. En dat is dat de andere kant niet zo lelijk is. En dan is het leukste. Dit gaat Marco zo ook proeven. Dat weet hij nog niet. Oeh, kijk nou. Zo lekker. Het ruikt ook echt heel erg lekker. Kijk. Oeh, rotspla. Je ziet het niet heel goed. Oh, zo wel. Kijk nou. Oké, dit moeten we proeven. Maar moment, ik doe er even wat slagroom bij. Mila, wil je een stukje brownie proeven? Nou, wat dan? Omdat het mag. Oh. Jemig. Oh, dit is zo lekker, jongens. Oh, dat gaat Marco echt geweldig vinden. Koop dit. Echt grandioos. Ik kan dit zo helemaal opeten. En weet dat Marco hetzelfde zegt. Sorry, heel azo dit. Dus ik ga hem zo filmen als hij het gaat proeven. Marco. Lekker zeg. Het is toch geweldig? Ja? Welkom. En het was 65 per stukje. Ja. Stapbom! Lekker hoor. Mijn stapbom! Oh, je stempbom. Mag ik ook heen? Dat vroeg ik net aan je. Ik moet net ook heen. Ja, komt zeker omdat mama je snoepjes heeft opgeruimd. Ik ga ze voor het eerst gebruiken voor een foto. Kijk dan. Oh, kijk. Wow!
En deze. Hij gaat nog naar boven hoor. Oh, hier. Kijk, hij kan dus zacht. En hij kan veel harder. Ik zet jullie neer. Marco, dit is wel mooi hoor. Ja? Kijk dan hoe mooi. Lijkt net echt. Hoepla. Even voor de duidelijkheid. Ik eet dus... Zelfgemaakte broccoli soep en een vegetarische schnitzel van Garden Gourmet. Wat is er? We hebben een beetje twee moeie kindjes, want we zijn net nog 5 kwartier buiten geweest. Ja, heet, heel goed. Emile heeft alleen maar gefietst en gespeeld. Dus we gaan lekker eten. Deze. Nee, vind ik heel vies. Daarom lekker eten. Want jullie zijn veel mooier in deze lampen. Dat is niet normaal. Nee. Ik ook? Ja, ik ben echt knap zo. Ja, cool. Nou, tot zover deze update. U vond het zelf toch ook heel erg dat die stoute kleding in je zak werd gestopt. Nou, dat is gezellig. En daarom doen we dat ook al tientallen jaar. Ik moet nog heel even inkomen in het afsluiten van de vlog. Dus bedankt voor het kijken en ik hoop dat je morgen weer kijkt. Doei doei!